Ik kan het iedereen aanraden. Het is het beste om wakker te worden in ieder geval. Iedereen met een ochtendhumeur, die moet gewoon hierheen komen. Echt top. Ondanks het slechte weer is er aan enthousiasme geen gebrek. Landschapswerkgroep Abcoude neemt op de Natuurwerkdag de knotwilgen onder handen. Dat is hard nodig, want als dat niet gebeurt, gaan ze dood. En zo zijn er door het hele land honderden klussen die in de natuur gedaan moeten worden. Dat moet je gewoon voelen, dat is gewoon heerlijk. Ik was vanmorgen om 7 uur was ik buiten. Ik vind het gewoon geweldig lekker om zo'n dag buiten te zijn. Doorgaans zit ik de hele week op kantoor achter mijn bureau en dan vind ik zo'n dag als dit is gewoon helemaal geweldig. De bedoeling is om die liefde voor de natuur ook aan anderen te laten zien en vrijwilligers te werven die graag in de natuur willen klussen. Maar daar moet je wel zin in hebben op een regenachtige zaterdagochtend. Ja, dat wij liever in bed blijven liggen dan dit te doen met de honden weer. Toch wel. Het komt dan ook met bakken uit de lucht. En zelfs voor de fanatiekelingen wordt het echt te gortig. Koffie! Niet echt een goede dag om leden te werven. Dan ben ik toch liever andere dingen thuis aan het doen. Maar voor een keertje vind ik het eigenlijk wel leuk. Maar een enkeling is toch overtuigd. Ja, je moet wat te doen hebben op een zaterdagochtend. En dat is maar goed ook, want de werkgroep heeft nog ruim 10 nieuwe leden nodig.